Je zou het misschien net zeggen, maar ik deze kringloopwinkel op een gediek is een zorginstelling. Je werkt je zo'n 20 cliënten van talent als dijbesteding. Auke is verantwoordelijk voor de computers die het binnenkomen. Is dat leuk hoor? Nou, de meesten die zijn komst. En de producten wat binnenkomt en zo. Is het hard werken? Ja, soms wel. Hè. En dan is het aanpassen en blazen. Ik bied de kringloopwinkel, wil je het stilsteen bij de dij van de zwarg. Blijft vanzelfs wel de vraag of de meesten komen vanwege deze dij of voor het goed? Nou, het zal een combinatie worden. En grotendeels zal natuurlijk komen voor het goed. Hè? Want wij hebben daags toch een heel soort meesken op een zaterdag. Een stuk of 300. En we hopen natuurlijk ook dat misschien wel om 300 oren meesken komen. Maar dat is afwachten. Het is op de dij van de zwarg. Oké. Okay. Is het hè? Ja. Oh, ik zit zelf in de zwarg. Maar, En dat is echt hier. Oké. Okay. Dat wist je net? Nee. Dus je komt net speciaal voor de dij van de zwarg? Nee, net echt nee. Een instelling die het wel bekend is bij Alkenien is de GGZ. In snit toch eens Ekmaio en Iepen Dij van de Zwarg. En dus stinnen de dwarren wagen wie het Iepen. En dat is nederig. Het blijkt dat er toch nog steeds wel een taboe op zit. En door mee te doen aan de open dag en mensen kennis te laten maken met de psychiatrie, hopen we dat taboe toch wat te doorbreken. Beziekers kunnen onder oren zelf een depressie beleven in dit kasthuis van Barbara, speciaal oerkam uit Haarlem. Mijn vader die laat het totaal afweten, dus ik probeer de boel te redden. Ik wil me graag oriënteren op werk in de zorg en ik wil wat activiteitenbegeleiding in die richting wat uit. Dus ik probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen om te zien wat voor richting ik doe. Je weet dan wel wat er een beetje gebeurt, maar net wat er op zijn hele GGZ al je plak vindt, no? En dan ben je wel eens nieuwsgierig. Ik was nieuwsgierig, nou. Die Iepen Dij van de Zwarg Lutz verliezen hier landelijk een heel miljoen bezoekers.